Hallo mensen van GamezXL en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten we weer op Cities Skylines. En we gaan vandaag een beetje probleempjes proberen te verhelpen. En met probleempjes bedoel ik nou ja, industrie hier is niet echt helemaal op en top. Wat is er mis met ze? Not enough raw materials. Oké, dat is een... Ja, dat is best wel een groot probleem. Wat kunnen we daar tegen doen? Even denken. Oh, we hebben hier... hebben we een spoor. Dus we zouden hier... in de spoor... bij de spoorlijn... Hoe doen we dat? Welke was het ook alweer? Deze. Aha. Cargo train terminal. Of een train station. En misschien is het wel een goed idee... om... het treinspoor hier zo, woep, hierheen te laten komen. En dan hier, zou ik dat doen? Of is dat misschien niet zo heel slim? Want als het treinspoor hierheen komt, dan moet er ook weer die kant op terug, zeg maar. Even denken hoor, hoe gaan we dat in godsnaam doen? Weet je wat, laten we gewoon kijken of dat kan. Stel dat gaat, oké, we kunnen... construct one train station. Oh, dan moeten we eerst een train station maken. Oh, dat is ook leuk. Dat per se moet. Dat is altijd wel fijn. Dat is stom. Even kijken. Waar gaan we die wegzetten? Dan wil ik die... Ja, dan wil ik die het liefst hier wegzetten. Alleen dan staat de politiebureau een beetje in de weg. Of hier misschien? Even kijken nog. Even kijken. Hoe kunnen we het beste doen? Ik denk dat we hem hier gewoon... Een nieuwe weg moeten maken. Dus dat gaan we doen. En de weg gaat zo. Hier langs. Bim. Zo. En dan kunnen we hier... geen treinstation maken. Oh, space is already occupied. I see. Dan moeten we hier even een beetje weghalen. En dan ga ik gewoon zeggen, hé jongens, we zetten hier het treinstation weg. Ja, toppie. Ja, dit is dan wel een beetje stom eigenlijk. Dat het zo werkt. En dan moet dan zo hier aan. En dan moet dit dan hier aan. Oké, nou nu kunnen we in ieder geval wel een treinrails maken. En ik denk dat we dat ook gewoon gaan doen. Ik denk dat we gewoon hier zo... Waarom doe je zo raar? Ik wil eigenlijk... ik wil dat hij zo eraf komt. Zou dat überhaupt wel kunnen? Ik ben echt heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik denk... We gaan het gewoon proberen. Ik denk dat we het gewoon moeten proberen. En ik wilde eigenlijk... dus... dat je er zo af kwam. Dus zo. Nee, die kant op. Waarom doe je nou zo moeilijk? Wat is er mis met jou? Kijk dan. Ik wil dat hij het zo doet. En dat doet hij dan niet. Oké, doe lekker moeilijk. Ga heen, ga weg. Stom ding. Nou, dan doen we het zelf wel, hè. Dan doen we het maar zo. Ik hoop dat dit gaat werken, als ik heel eerlijk ben. En als ik heel eerlijk ben, zou ik het echt niet weten. We gaan hier de cargo wegzetten. Oh, dan moeten we eerst een... dan moeten we ook, denk ik... moet die aan een weg vast, of niet? Hoe konden we ook weer draaien? Even denken, hoe deden we dat ook weer? Hoe kon die... Wow, ik weet niet eens meer hoe we moesten draaien. Ik weet dat daar namelijk een... dat daar een paar knopjes voor waren. Maar welke was dat nou? Ik kan... Huh? Ik weet niet meer hoe ik moet... ik weet niet meer hoe ik dit moet draaien. Ik dacht dat dat namelijk... deze twee waren. Niet? Waarom doet hij dat niet? Oké, dit is heel raar. Nou ja, we moeten sowieso nog een weg hierheen hebben. En dat gaan we wel een grote weg doen. Zo. Oh, dit is een highway. Dat is niet de bedoeling. Ik wilde een... Ja, doe deze maar. Zo. Kleine boog hiero. Of zou ik dat niet zo doen? Hoe gaan we dit doen? Zullen we gewoon zo doen? Gewoon recht zo. Ploep. Ploep. Ik denk dat dat wel het beste is. Ik dacht dat we konden draaien. Maar waarschijnlijk is dat alleen maar met wegen dat dat kan. Dat hier niet bij is. Oké, dan gaan we hem hier wegzetten. Hè? En dan gaan we dit opnieuw connecten. En laten we hopen dat dit gaat werken. Want dan komen dan goederen eigenlijk zeg maar binnen. Wat natuurlijk super tof is. Want dat betekent dat dit er eigenlijk voor zorgt. Dat wij hier weer gewoon goederen hebben voor deze industrie. Waardoor dat hun eigenlijk zeg maar hun probleem een beetje opgelost is. We gaan even kijken hoe ver dat de garbage is. Dat is redelijk. We gaan ook even meteen de andere garbages allemaal kijken. Dit is af en toe moet het een keer gebeuren. Van dit soort episodes. Dat we eventjes kijken of de city nog wel een beetje goed draait. En het draait nog redelijk. Dan ga ik zeggen dat ik hem op een 2 ga zetten. En dan ga ik kijken of er überhaupt treinen komen. Jij hebt power nodig. Dat snap ik. Dat krijg je. Nee, wacht. Je bent bijna geconnect. Wat doe je moeilijk? Wat doe je moeilijk? Zet hier maar office weg dan. Zo. Dan moeten jullie namelijk ook connecten. Oh, en water. Water, dat krijg je van me. Dat krijg je meteen. Oké. I fixed that. I fixed it for you. Dat heb jij waarschijnlijk ook nodig. Ja, zie je wel. Laten we gewoon zo doen. Huppa. En dan, jij krijgt power. Power. Danoontje. Power. Oké, als ik hem daar doe. Hè? Gaat dat dan lukken? Oh, dat haalt hij net niet. Oh, wat flauw. Dus dan moet ik hem zo doen. Nou, oké, dan doen we het zo. Ook goed. Dus jij hebt power en jij hebt water. Dat is tof. Heb jij ook? Ja, nou, jij doet eigenlijk helemaal niks op het moment. Je bent er alleen omdat ik anders geen treinsporen kon plaatsen. En dan gaan we hopen, ik ga hem even op 3 zetten, even snel vooruit, dat hier überhaupt treinen komen. En dat het eigenlijk geen probleem is dat die nergens geconnect is. Dat die treinen dan gewoon de andere kant op terug gaan. Dat hoop ik. Zo doen ze dat in het echt toch ook. Die gaan toch ook niet zo en dan echt in een rondje. Volgens mij gaan die zo naar een punt toe. En dan draaien ze om en gaan ze naar de andere kant op. Ja, althans de conducteur of de machinist moet ik zeggen. Die gaat dan naar de andere ding toe. Doe jij het überhaupt? Train can carry goods and raw material into the city and transport them outside. Oké, maar ik zie hier geen treinen aankomen. Oké, dat moet een beetje in de gaten houden. Ik zie dat hier iets niet helemaal lekker loopt. Low workers education. Waarom? Wat is er? Not enough workers. Oké, dat is niet goed. Hoe is de school hier? Scholing is hier niet top. Maar ook, oh, kijk eens aan. Dus we kunnen dit eigenlijk, gaan we gewoon allemaal een beetje upgraden. We hebben echt maar heel weinig residential demand. Dus het is heel raar dat dan dit, zeg maar, wel om mensen vraagt. Maar dat er eigenlijk geen mensen krijgen. Dat vind ik echt heel raar. Ja. We gaan jou dezonen en rezonen. Hetzelfde voor jou en hetzelfde voor jou. Ja, dat vind ik op zich wel een goeie. Waarom ben jij abandoned? Even kijken. Abandoned, waarom? Because there were no customers. Hey, dit is ook zo raar, hè? En jij hebt? Not enough customers. Ja, maar... Ik snap het niet, want ze vragen helemaal niet voor residential demand. Dus dat is echt heel raar. Dat vind ik echt heel raar. Nou ja, dit ziet er in ieder geval top uit. Hoeveel mensen wonen hierin? Heel veel. Wow, echt heel veel. Dat is wel top. Dat is echt heel top. Hier is het een beetje, nog steeds een beetje heavy traffic. Ja, hoe gaan we dat doen? Zullen we hier een andere uitweg ook hier maken, zeg maar? Zo, dat ze hier ook erin kunnen. Ik weet niet welke kant. Ze gaan allemaal links, of niet? Volgens mij wel. Zullen we dat doen? Dat betekent dat we hier een highway pakken. Dat we die hier zo doen. En dan hier aan vast, zo. Dat is op zich wel een goede, denk ik. Dat betekent dat ze hier ook weer eruit kunnen. Ik zie stoplichten, dat is niet goed. Stoplichten, weg. Top. Top, 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 top. Oké, dus ik hoop dat dit een beetje de traffic, wat hier een beetje te veel is, dat dat een beetje oplost, zeg maar. Dat ze nu ook dit gaan gebruiken. Ja, zo te zien wel. Die gebruikt hem al, die gebruikt hem al. Hé, kijk, dit is heel erg goed. Dat is wel een beetje, dat had eigenlijk wel even eerder gemogen van mijn part. Echt een hele hoop demand voor commercial zone. Oké, dus we hebben echt heel hoop commercial zone nodig. Maar tegelijk hebben we hier te veel commercial zone, want we zijn hier niet genoeg customers. Dus we moeten eigenlijk hier, denk ik, dan de commercial zone gaan maken. Ik denk dat we dat hier ook een deel doen, naast de offices. Is dat misschien een goed idee? Een goed ideetje. Hoeveel, welk level zijn jullie? Oh, jullie zijn allemaal nog level 2. Jullie willen niet echt upgraden, hè? Jullie willen niet echt level 3 worden. Dat is wel een beetje balen. En jullie zijn wel allemaal al level 3. Of, oh, jullie zijn allemaal al het hoogste. Dat is wel echt super top. Dat is wel echt super top. Ik vind het er ook echt zeker wel vet uitzien. Ik vind het er zeker wel vet uitzien. Maar die commercial zone, ja, dat is een beetje een... dat is een beetje een ja, niet zo leuk eigenlijk. Oké, hoe gaan we dit doen? Zullen we dat gewoon hier uit laten komen? Dat we hier gewoon een commercial zone maken? Of zo dat hier... We kunnen het ook daaraan connecten. Dat is misschien wel echt een slim idee. Dat we hem hieraan connecten. Oh, kijk, ik zie hier een trein. Dus dat is top. Waarschijnlijk hebben jullie straks wel genoeg goods, alleen niet genoeg workers zo te zien. Ja, dat is heel erg jammer. Jammer, maar helaas. Oké, we gaan hem zo, denk ik, plaatsen. Dit wil ik eigenlijk best wel een soort van afgezonderd hebben van de rest, om zo maar te zeggen. Een beetje stom, maar... Oh, kijk zo. Kijk zo, wat lelijk. Oh, misschien is dat trouwens wel grappig. Dat doen we zo. Ja, dat doen we. Dat vind ik wel lachen. En hier hebben we dus dan mensen nodig voor commercial area. Dus hier komt dan de commercial. Shopping in the town. En dan hopen dat dit een beetje de vraag laat zakken. Want ik snap niet waarom dat we nu zoveel vragen hebben naar commercial. En naar de rest eigenlijk helemaal niet. Aangezien dat de commercial ook dan meteen... Ja, niet genoeg customers hebben eigenlijk, zeg maar. Vind ik het heel raar dat ze er wel zoveel vraag naar hebben. Dat vind ik echt heel raar. Dus nou ja, we gaan gewoon een beetje... high commercial zone of doen we lage. Maar ze zeggen ook niet of we hoog of laag commercial zone moeten doen. En dit is echt gewoon afgesloten van de buitenwereld, zowat, hè. Dat is ook niet echt top. Dus die gaan we ook even connecten. Zo. Nu is die iets minder afgesloten van de buitenwereld. Ja, laten we dat doen. En dan kunnen we hier een klein beetje commercial zone plaatsen. Laag of hoog? Oh, laten we hier eerst trouwens water en zo fixen. Dat is misschien wel... top. Zo. Dat connect gewoon allemaal mooi. Dat is wel fijn. Ping, pling, pling. En like. En dan zoiets. Kan ik dat hier? Nou, laat ik het dan zo doen. Oké, top. Wat is het water situation? Water situation is niet echt helemaal top, hè? Dat is een beetje slecht eigenlijk aan het gaan. Ik wil dat jij... wat doe jij ook alweer? Reduce environment impact of the cities. Purifies. Kijk eens aan. Dit wil ik hebben. Dat gaat hier. En jij nog een slurper. Die wil ik nog een keer hiertje. Ik noem maar een slurper. Want die pompt namelijk het water op. Zo. Dat is een goede upgrade. Want we hadden bijna geen... we hadden niet zo goed meer... water was bijna op, zeg maar. Althans. De treatment van water. Ja, laten we maar gewoon even hiermee verder gaan. Ja, ik denk dat we beginnen met een laag commercial gebied. Denk ik. Oh, willen we dat meteen eraan doen? Want dat gaat wel lawaai geven, dacht ik. Oeh. Misschien als het laag is, dat die dan minder lawaai geeft. Dus dan doen we dit gewoon zo laag. Top. En dan doen we hier hoog. Ja, laten we dat proberen. Of dat een beetje goed eruit gaat zien. In ieder geval, wij krijgen nu wel meer ook demand voor industrie. Dus dat is wel goed. Dat komt waarschijnlijk hierdoor. Jullie hebben redelijk wat customers. Dat is wel nice. Laten we jullie nog wat meer industrie geven. We moeten het weer een beetje balans geven. Hier is een beetje ja, het balans hier is een beetje weg. Dus dat moeten we eigenlijk niet fixen. Wat zeg jij nou? Not enough raw materials. Ja, maar dat... Daar zijn we mee bezig. Kijk maar hier. Daar zijn we mee bezig. Dat komt allemaal goed. En ik ga hier meteen. Wil ik eigenlijk zo. Ploep. En weg daarin hebben. Dus ook hier rechtdoor kunnen. En meteen door. Dat is misschien wel een goeie. En dan misschien zelfs nog wel dat ze zo ook kunnen. Bam. Kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Oh, laten we dan dit ook meteen connecten. Ik snap niet waarom dat niet geconnect zou zijn, maar dat is wel een groot stuk van de weg wat ik nu weghaal, maar ja, jammer dan. Het zij zo. Ja, decent. Kijk, hier wordt al best wel snel gebouwd en de commercial zone is in één keer heel laag, demand. Dus dat is echt top. Dat betekent dat we hier een beetje minder gaan zetten van dit, want anders dan hebben we hier weer straks weer problemen dat ze niet genoeg werkers hebben of zo, weet je wel. En dat wil ik niet. Dat vind ik niet tof. Kijk, het is nu ongeveer gebalanceerd. Dus dat is wel echt tof. Dat is wel echt heel tof. Oké, we hebben hier volgens mij meer cemeteries en zo nodig. Want ik denk dat het hier niet echt helemaal lekker loopt qua cemeteries. Laten we er eentje langs de snelweg plaatsen. Dat is echt heel slim van mij, Tommy. Toch gaan we het doen. En deze, we hebben er maar... Hier hebben we er helemaal geen van nog, hier. Aha. Oh, wel eentje. Ik zie hem, ik zie hem. Laten we die hier ook plaatsen. Zo. Ja, dat is wel top. Oké, wat gaan jullie nog hebben? Of willen hebben? Hebben jullie hier ziekenhuis coverage? Yep. Hebben jullie hier fire coverage? Yep. Op zich. Politie? Hebben jullie ook. Education hebben jullie eigenlijk niet nodig. Hebben jullie hier ook nog iets van een bus of zo? Kijk, jullie hebben hier ook nog een bus. Hé, dat is helemaal mooi. Een trein, ja, ik weet niet of... Metro. Metro, dat is misschien wel slim om hier ook een... Oh, metro is er al. Te zetten. Trein, ja, trein hier. Laten we hier ook gewoon een... Create a new line. Oh, dat kan eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Nee, dat kan helemaal niet, want we hebben nog helemaal geen andere, station. En dit is hier ook een beetje aan het falen hier, hè? Oh, jij bent leeg, stop, leeghalen dan maar. Oké, het is hier ook een beetje aan het falen. Building is burnt down, ja, dat weet ik. Oké, we halen hem weg. Zo. En dit allemaal, jongens. Pff, not enough workers. Ja, ik fix het. Ik fix het straks wel. Het komt allemaal goed. Ik ben nu even met dit gebied bezig hier. Want dat is ook een heel belangrijk gebied. 28, 15. Decent. Incineration plant. Oké. Het gaat redelijk. Alleen op een of andere manier gaan mensen weg. Waarom gaan mensen weg? Waar gaan ze weg? Dat is ook wel een beetje een vraag. Nou ja, in ieder geval. Ik denk dat dit wel een redelijk goede episode is geweest. We gaan hier nog een klein beetje rezonen. Gewoon puur voor het feit. Zo, dat we hier high residentials meer hebben. Zo ja. Dat is altijd top om te hebben namelijk. Want ja, ze vragen hier voor meer werkers. Dus ja, dan krijgen ze die ook. Ik zou zeggen dat dit het einde van deze episode is. Vonden jullie hem leuk? Pauze. Goed zo, hij staat op pauze. Want iets is niet helemaal goed. Elektriciteit. Laten we hier schone energie ook gaan gebruiken. Door middel van dit ding ergens weg te zetten. Maar waar gaan we die wegzetten? Hier misschien? Of dan hier gewoon aan vast. Dat is misschien wel beter. Kom op, kom op. Goed zo, bam. Oké, dan hebben we daar ook weer iets van geregeld. Dat zorgt ook weer voor meer elektriciteit als het goed is. Kom op. Yes. Oh, dat zorgt voor heel veel elektriciteit. Wauw. 160. Oeh, nice. Nou, in ieder geval, dit was het einde van deze episode. Vond je hem leuk? Vergeet natuurlijk niet om een goed duimpje omhoog te geven. Abonneer even op mijn kanaal voor veel meer. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Dit is een speciale en best wel aparte video. Want vandaag heb ik een speed art soort van speed art voor jullie. Ik heb namelijk de laatste tijd nieuwe thumbnails. En ik dacht, het is ook tijd voor een nieuwe outro layout. En ik had zoiets van, oké, let's do that. En toen had ik zoiets van, hey, wacht, misschien is het wel leuk als ik het opneem. En gewoon in een soort van speedbuild neer ga zetten, of ga uploaden. Nou, het duurt 15 minuten. Dat betekent dat hij echt zo vaak versneld is.